Marcel, wat een seizoen. En dan ook nog die titel. Jouw eerste reactie. Ja, wat wil je nog meer? Dit is fantastisch. Echt, ik ben zo trots op mijn spelers en hoe we dit seizoen zijn aangegaan. Dus ik ben zo trots op mijn spelers en de staf ook, wat ik net al zei, bij het voor het publiek. Zoveel publiek en ja, ik denk uiteindelijk de verdiende kampioen. Ja, als we dan toch even kort over de wedstrijd hebben. De eerste helft is volledig voor jullie, de tweede dan meer voor Arendeveen. Ja, bij 2-0 wordt het dan toch gemakzuchtig? Nou, niet gemakzuchtig. We hadden wel de intentie om dat kwartier door te komen en op zoek naar de 3-0 te gaan. Niet achterover gaan leunen. Maar je zag wel op een gegeven moment dat de ruimtes te groot werden. Maar even de eerste helft was heel erg goed. Wij waren de bovenliggende partij. We lieten eigenlijk Arendeveen zien dat er niks te halen viel. Ja, en eigenlijk uit het niets maken zij een fantastische goal met Kilian die omhaal. Ja, dan ga je toch een beetje op twee gedachten hinken. Maar ik denk dat we dat goed gedaan hebben door controle te houden. En dan weet je altijd als er ruimte ontstaat met een Jawad, met een Marwan en met een Jake die erin kwam en Vincent, dat het gewoon levensgevaarlijk is. Ja, dan maken we op een fantastisch moment maken we de 3-1. Dan weet je dat het klaar is. Ja, wat is nou het verschil om een titel te pakken of een prijs als speler in plaats van als trainer? Ja, ik denk gewoon, ja, vind ik een mooie vraag, maar ik denk dat beide heel intens zijn. Het went natuurlijk nooit, het is mijn tweede. Maar voor de meeste jongens is het voor de eerste keer dat ze kampioen worden in een voetbalcarrière als amateurspeler. Dit pakt niemand meer van je af. Dit is gewoon fantastisch om mee te maken. Ik heb het ook eerder meegemaakt. Ja, dit is gewoon iedereen die Alfie aan warm hart toe draagt, ja, daar doe je het voor. En dat we dit hebben kunnen bereiken is echt een collectieve teamprestatie van nummer 1 tot en met nummer 20. Ja, volgend jaar tweede klasse. Hoeveel rek zit er nog in deze spelersgroep? Nou, ik denk dat je vandaag wel gezien hebt dat wij voetballend de rust aan de bal, dat we daar nog in kunnen verbeteren. Ik verwacht wel dat je volgend seizoen tegen meer voetballende ploegen wat meer ruimte krijgt om te voetballen. Maar er zit zeker rek in. Er komen een paar versterkingen bij. Daarnaast, Donovan die gaat ons helaas verlaten. Speelde vandaag weer een fantastische wedstrijd. Vincent Hogevoort gaat ons verlaten. Is ook een fantastische speler en een fantastisch mens. Dat geldt ook voor Donovan. En Dennis Boer, die vandaag helaas niet erbij kon zijn op de bank. Maar die heeft ook zijn bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Dus gewoon fantastisch om mee te maken. En nu feesten. Waar gaat het eindigen vanavond? Nou, ik heb met Jesse Lipsius een afspraak gemaakt dat ik niet eerder naar huis ga dan Jesse. En Jesse die gaat altijd als laatste weg, dus ik weet niet wat het gaat worden vanavond. Oké, geniet ervan en gefeliciteerd. Ja, dankjewel man.